Beste kijkers, hartelijk welkom weer in Licht op Leiden, de 76e aflevering op deze laatste zondag voor Kerstmis. We hebben wij een gesprek met, en nou moet ik even heel goed nadenken hoe ik dat moet gaan zeggen, met het hoofd van de wereldwijde uitvoering van de vaccinontwikkeling van Janssen, en dat is mevrouw Nienke Lichtenberg. Dag Nienke, hartelijk welkom. Oké. Wij hadden afgesproken dat we elkaar mochten tutoyeren. En we gaan het komende half uur hebben over allerlei ontwikkelingen. Niet alleen rond Janssen, maar ook rond jouzelf. Want we gaan praten over niet alleen wat er in deze maanden mensen zo geweldig interesseert. Dat zijn de vaccins. Het woord vaccin is, ja, hoe dan ook, toch denk ik het woord van het jaar 2021, zoals het ook al in 2020 het geval was. Daar speelt zoveel omheen. En wij moeten ook zeggen dat we als Leidenaars natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd zijn in Janssen. En ook trots. Want je komt als middelgrote Nederlandse stad, zo zullen we het maar zeggen, kom je niet zo vaak wereldwijd in de publiciteit als dat bij ons en bij Leiden het geval is geweest. Heel veel mensen zijn ook erg trots. Als ik zelf in het Bioscience Park kom, en daar kom ik nog wel eens, heb ik altijd de neiging als er mensen van Janssen buiten staan te zeggen, ga naar binnen, opschieten. Want er moet nog zoveel gebeuren met de ontwikkeling van de vaccins. Niet alleen de ontwikkeling, maar met name gewoon, we hebben het allemaal zo hard nodig. Dus echt, Leiden is sowieso heel trots op jullie. En ook op jou, want je kan misschien zelf wel even zeggen wat hoofd van de wereldwijde uitvoering van vaccinontwikkeling, wat dat voor functie is. Laten we daar dan mee beginnen. Dat is prima. Die functie betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor de uitvoer van de klinische studies van de vaccins. En klinische studies, daar bedoelen we mee de studies met de mens. Dus je begint vaak in het laboratorium. Dan wat dierenonderzoek en pas daarna doen we onderzoek in de mens. En dat laatste stuk, daar kom ik in beeld. Oké, nou als wij in de mens geïnteresseerd zijn, en dat zijn we zeker, dan willen we natuurlijk ook wel van de mens, Nienke Lichtenberg, het een en ander weten. We beginnen eigenlijk altijd met, waar kom je vandaan, hoe is het allemaal gekomen? Vertel. Ik kom uit Friesland, uit Leeuwarden, geboren en getogen, jongste van vijf. Hartjescentrum Leeuwarden, praktijk aan huis, mijn vader was tandarts. Nou, daar mijn VWO afgerond. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk via een omweg in Groningen ben ik in Leiden al terechtgekomen als student. Oké. We hebben dan geloof ik nog wat foto's van toen je nog een beetje jonger was. Ik neem aan dat dit de middelbare school is. Dit is de middelbare school, inderdaad. Ons prachtige natuurkundegebouw. Oké. Lokaal van het RSG in Leeuwarden. Inderdaad. En jij was natuurlijk als meisje was je buitengewoon B georiënteerd. Ik was B georiënteerd, inderdaad. Ja, ik heb mijn hele leven dokter willen worden. Dat is het niet helemaal geworden, maar wel in die hoek gebleven. Okay. Ja. En qua genezing denk ik gewoon op kunnen nemen tegen doktoren. Hè? Ja, zeker. Ja. Is dit al bij Janssen? Nee, dit is ook nog. Je had een prachtig oud schoolgebouw. Dus dit is het scheikundelaboratorium in Leeuwarden, waar ik mijn eerste proefjes heb gedaan. Mm-hmm. Nou. En toen ben je gaan studeren? Ja, dus ik ben in Leiden gaan studeren. Oh, je bent in Leiden gaan studeren? Ja, in Leiden gaan studeren. Was je toen nog een uitzondering als vrouw? Nee, dat zou ik toch niet meer durven zeggen. Okay. Nee, precies. Nee, drie kwart jongens, één kwart meisjes? Nou, bij ons was 50-50. Oh, zo? Ja, 50-50. Ik maak dat tegenwoordig veel meer mee. En nu zijn er inderdaad veel meer. En overal zijn vrouwen in de meerderheid zo ongeveer. En dat is een prima ontwikkeling, laten we dat ook maar, ook maar direct zeggen. Ja. Hoe ben je toen bij Janssen gekomen?
Daar zit nog wel wat stappen tussen. Dus ik heb in Leiden biomedische wetenschappen gestudeerd. Mm-hmm. Hier aan de geneeskundefaculteit. Ja. Studie veel onderzoek gedaan. Immunologie wel. Dus dat is al de leer van de afweer. Dus dat zit wel al direct geleerd aan mijn huidig werk in het vaccinontwikkeling. Ik ben nadat ik afgestudeerd ben, tijdens mijn studie heb ik ook nog een fellowship in Miami, in de medical school gedaan, in Amerika, in Florida, een half jaar gewerkt. En toen ik terugkwam, dacht ik, wat ga ik doen? Blijf ik in de wetenschap? Of ga ik er nu al uit? Dat was de afweging. Nou, ik heb toen met een aantal mensen in het veld gesproken, in het bedrijfsleven, die zeiden allemaal, kom maar nu, je bent nu een stuk goedkoper. Okay. En ja, ja. Je hebt al voldoende kennis opgedaan, dus kom nu maar. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik ben na mijn afstuderen eigenlijk direct in dat klinisch geneesmiddelenonderzoek terechtgekomen. Ja, precies. Even een gemene vraag, biomedisch. Zijn dat vooral studenten die uitgeloot zijn voor medicijnen? Ik zal heel eerlijk zijn, in mijn tijd was dat best wel zo, inderdaad. Ik was daar ook een van. Nu begreep ik, is dat niet meer zo. Biomedische wetenschap is minstens zo, wordt veel voor ingeschreven dan voor geneeskunde. Dus dat is wel heel interessant. Booming. Het is echt booming inderdaad. Nee, klopt, klopt. Ja, ik denk zeker dat wij met ons Bioscience Park daar wat aan bijdragen. Ja. En toen ben je direct al bij Janssen gekomen? Nee, ik ben eerst bij een andere farmaceut, een jaar of 6 gewerkt in Amersfoort. Okay. En toen ben ik naar Amerika weer verhuisd. Dan heb ik daar een aantal jaren bij een biotechnologisch bedrijf in Californië gewerkt. Okay. Heel veel in de oncologie eigenlijk, in kankeronderzoek veel daar gedaan. En 2003 teruggekomen naar Nederland en toen ben ik eigenlijk bij Janssen aan de slag gegaan hier. Okay, dat heette toen nog CentreCor. Crucel? Nee, CentreCor, dat is wel mooi. Okay. Janssen is inderdaad, als je terugkijkt naar Leiden en de geschiedenis, heb je aan de ene kant heb je het vroegere CentreCor. Dat maakte monoclonale antilichamen, met name voor mensen met reuma en hartziekten en die hoek. Psoriasis en dergelijke. En daar ben ik ook de oncologiepoot. We begonnen voor het eerst in oncologie bezig. Okay. En Crucel is de oorspronkelijke vaccin. Was een eigen bedrijf, was een apart bedrijf, een biotechbedrijf. Ja. Wat met name in de vaccinontwikkeling zat. En beide zijn door Janssen overgenomen. Ja, precies. Dus vandaar, want we hebben hier in deze uitzending van Licht op Leiden hebben we ook Lex van der Epp gehad. Ja. En Lex van der Epp is eigenlijk de... Ja, hoe moet je dat nou zeggen? De peetvader van de ontwikkeling van dat vaccin van jullie. Hè? Ja, hij heeft mooi aan de grond gelegd. Een van de stukken van de basis van de platform van het vaccin. Heeft professor van de app, zoals ik hem natuurlijk altijd moest noemen als student. Jazeker, want ik heb al veel les van hem gehad. Maar nochtans een eenvoudig en aardig mens. Een hele aardig man. Altijd gebleven, zeker. Ja. Maar goed, dan heb je bij Janssen toch ook, ik kan er niet omheen, carrière gemaakt? Ja, dat klopt. Ik ben begonnen bij Janssen inderdaad, wat ik zei, al veel in het in oncologieonderzoek. Later een heleboel jaren in vroege fase onderzoek, early development. Dus dat is, als je naar klinisch geneesmiddelenonderzoek kijkt, dan heb je fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 is voor het eerst in de mens. Dan kijken we, wat doet de mens met het geneesmiddel of vaccin? En wat doet het vaccin geneesmiddel met de mens? Ja. Dat is een kleine studie. Fase 2, dan kijken we naar de eerste effectiviteit. Doet het wat we hopen dat het gaat doen? Mm-hmm. En dan fase 3, dan doe je de hele grote studies. En dan ga je echt proberen echt bevestiging te winnen. Werkt het echt, hè? Okay. Zoals we het willen en met een acceptabele bijwerkingprofiel. Dus ik heb jarenlang in dat vroege fasewerk gezeten bij Janssen. Ook wereldwijd eindverantwoordelijk voor de uitvoer van die studies. Mm. En toen wij dus Crucel overnamen in 2013, als ik het goed heb. Toen dacht ik, goh, dit is echt om de hoek. En mijn immunologie kriebelde ook wel weer. Mm. Dus toen heb ik intern aangevraagd of met destijds mijn management overleg. Goh, dat vaccin hier om de hoek lijkt me enorm interessant. Ja. Dus heb ik de overstap naar vaccins gemaakt. Okay. En toen ik daar begon, was een hele spannende tijd. Want toen hadden we net, toen we Crucel overnamen, hadden we nog helemaal geen onderzoek in de mens. Het was nog hele vroege fase allemaal. Ja, ja.
Maar we waren al bijna zover om die kant op te gaan. We hadden de eerste klinische studies lopen. En toen kregen we een enorme uitbraak van ebola in Afrika. Wat u wellicht wel weet, was 2014. Ja. Dus toen, ook op dat moment moesten we alle hands aan dek. Een enorme versnelling. Er was ontzettend veel aandacht voor. Hebben we toen de klinische ontwikkeling van ebola gedaan. En toen was ik net inderdaad daar verantwoordelijk. Dus ook daar de fase 1, fase 2 studies. Heleboel studies in Afrika. Okay. En dat was, dat was dus voor Janssen, vaccins. Mm-hmm. Was het eerst dat we zo in die klinische ontwikkeling en echt een vaccin naar de markt. Het is door de EMA goedgekeurd, ebola vaccin. Mm-hmm. Wordt ook uitgebreid gebruikt. En de EMA is de autoriteit die dat moet doen, hè? Die precies. Dat moet goedkeuren. EMA zit tegenwoordig in Amsterdam, was altijd in Londen. Maar dat is de Europese Medicines Agency die alle nieuwe geneesmiddelen vaccins beoordeelt. En zonder dat kom je nergens. Nee, precies. Dus dat ebola. En dat ebola werkt, zal ik zeggen, dat was met dezelfde platformen geneesmiddelen, dezelfde vector. Daar hebben we alle stappen zijn we al doorheen gegaan van hoe moeten we dit produceren? Hoe moeten we het grootschalig produceren? Mm. Hoe moeten we het onderzoek doen? We hebben al heel veel geleerd waar we, denk ik, nu met ons COVID-vaccin ontzettende vruchten van geplukt hebben. Ja, nou denken wij iedere keer van dat zijn dus een aantal knappe koppen bij elkaar die daar dingen aan het ontwikkelen zijn en aan het uitvinden zijn. En we kijken daar, dat mag ook best gezegd worden, erg tegenop. Maar wat ik dan weer zo aardig vind, is dat als je dan weer verder gaat kijken naar zo'n Janssen, dat jullie ook een hele grote werkgever zijn in deze regio, hè? Heb ik nou begrepen dat jullie eigenlijk de grootste particuliere werkgever van de Leidse regio zijn? Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad. Dat weten niet veel mensen. Hoeveel mensen werken hier bij Janssen? Ruim 2000 mensen. Dat is onvoorstelbaar. En afgelopen jaar zijn er een kleine 500 in één keer bijgekomen. Ja. Ja. Want dat moest natuurlijk wel alle hens aan dek. Ja, dus het is een hele grote werkgever. Ja. Als het allemaal. Ja. Het zit wat verstopt achter die bomen en het is wat laagbouw. Nee, maar moet, het is een hele kijken. Grote werkgever. Zeker. Goh, een geweldige ontwikkeling. Is denk ik nu goed als we een filmpje laten zien. Waar we kunnen zien hoe er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het vaccin. Is natuurlijk heel belangrijk, maar terwijl we naar het filmpje kijken wil ik iets voorlezen. Dat gaat over jou. En dat is het jaarverslag van de CCMO. En moet je me even vertellen wat dat is, die CCMO? Ja, CCMO is de Nederlandse autoriteit ter beoordeling van geneesmiddelenstudies. Dus als je klinisch onderzoek in Nederland wil uitvoeren, dan dien je dat in bij de CCMO. En die beoordelen dan of zij akkoord gaan om dit onderzoek in Nederland uit te voeren. Oké, nou hebben we de hand weten te leggen op het jaarverslag 2020. En daar staat een interview in met jou. En we hebben toch maar gekozen. Je zou het zelf niet gedurfd hebben misschien, maar wij hebben ervoor gekozen om daar toch een stukje uit voor te lezen. Een van de veelbelovende kandidaten voor een effectief vaccin tegen COVID-19 wordt ontwikkeld door Janssen Vaccins. Onderdeel van Johnson & Johnson. Drie Nederlandse centra werken mee aan een studie naar dit kandidaatvaccin die in het najaar van 2020 van start ging. Nienke Lichtenberg, Head Global Operations Vaccines bij Janssen, vertelt over een bijzonder project. Op donderdag 23 januari 2020 werd de complete genetische code van SARS-CoV-2 gepubliceerd. Wetenschappers bij Janssen gingen meteen aan de slag om te kijken of zij mogelijkheden zagen voor een vaccin. Toen korte tijd later het senior management van het bedrijf opdracht gaf om een vaccin te ontwikkelen, was het droge antwoord van de wetenschappers bij Janssen: wij zijn al bezig. Lichtenberg zegt: de betrokkenheid, zowel intern als extern, was enorm. Als je het ontwikkelingsproces als een estafette ziet, was de groep die het stokje vasthield 24/7 bezig, van discovery naar manufacturing, naar mijn arena, het klinisch onderzoek. Met die laatste stap waren uiteraard ook velen buiten het bedrijf actief, met name in de ziekenhuizen waar het onderzoek plaatsvond. Die toewijding van velen is één van de antwoorden op de vraag hoe het mogelijk was om in zo'n korte tijd van laboratorium naar klinisch onderzoek te komen.
We hebben in deze pandemie wereldwijd de vruchten geplukt van een aantal technologische ontwikkelingen die we in de afgelopen jaren hadden ingezet naar aanleiding van eerdere uitbraken, zoals SARS, MERS en Ebola, vertelt Lichtenberg. Ik zou natuurlijk nog heel lang kunnen doorgaan, maar dat is misschien ook weer niet de bedoeling. Maar nou zie je dat jullie inderdaad in een ontwikkeling staan waarbij je zegt, ja, dat COVID-vaccin, dat is niet zomaar zelfstandig een losstaand iets, maar dat zit bij ons in een ontwikkeling van alle mogelijke vaccins tegen alle mogelijke ziekten die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt en zo. Dat vind ik dan toch wel heel bijzonder om dat op te merken. Maar dan is er ook een moment dat jij in je eindfase bent en dat je het dan moet loslaten. Is dat moeilijk? Aan het eind, als het ontwikkeld is. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment geproduceerd. Ja, en dan gaan de lopende banden lopen. En dan zijn er wel allerlei andere mensen die daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn. Nou, dat is zeker waar. Ik was met name verantwoordelijk voor de fase 1 en 2 studies van het COVID-vaccin. Mm-hmm. Zoals je inderdaad mooi beschreef, dat was een ongelofelijke race tegen de klok. Ja. Waar in januari de code werd ontrafeld. Ja. Was onze Discovery-collega's hadden in maart al het construct van daar gaan we mee. Nou, super spannende keuze, maar die gaat het worden. Die ging de productie in om dat allemaal te ontwikkelen. Ja. En wij kregen het aanvankelijk het bericht van, nou, in oktober kunnen we gaan beginnen met de eerste studie in de mens. Maar elke paar weken schoof dat een paar weken naar voren. Want zoals u mooi benoemt, dat stokje dat ging inderdaad van de een naar de ander. En er werd 24/7 aan gewerkt. Ja. Zowel intern als extern. Dus allerlei stappen die normaal een paar weken of misschien een maand duren, die werden nu zo verkort. Omdat er zoveel meer mensen opgezet werden. Dat deze voor het eerst in de mens verschoof van eind oktober naar eind juli. Nou, ik kan u vertellen, als je klinische studies moet opzetten, dan is dat nogal een versnelling. Want wij moeten natuurlijk veel met ziekenhuizen extern en voordat werken. De EMA ja zegt. Ja, precies. Maar ook de autoriteiten, onvoorstelbaar, waar normaal staat daar een periode van 60 dagen voordat ze zo'n protocol beoordelen en hun blessing al dan niet geven. Ja. Was dat nu een weekend? Ja. Ook daar werd in de weekenden volledig doorgewerkt. Ja. Dus dat is prachtig om te zien. Echt, intern, extern, al die neuzen stonden die kant op. Ja, dat is natuurlijk als we praten over de, zeg maar, de relatie tussen Leiden en Janssen. Gaat het ook met name over zaken als onderwijs bijvoorbeeld, waar jullie goede relaties mee hebben? Hè? Mm-hmm. Onderwijs, ja. Nee, zeker. We doen als Janssen, vind ik, en eigenlijk Johnson & Johnson wereldwijd, is onderwijs een belangrijk gebied waarvan we, als we zeggen aan sociaal verantwoordelijk ondernemen. Ja. Hè? En wat willen wij als werkgever nou in de maatschappij betekenen, zeg maar in de locaties waar we werkzaam zijn, naast uiteraard het belangrijke het ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins. Is onderwijs een gebied waar eigenlijk J&J wereldwijd een hoge aandacht aan geeft. Dat doen we hier in Leiden ook. Hebben we ook al jaren gedaan. Ik vind dat zelf ook vanaf het begin dat ik bij Janssen ben, heb ik mij daar ook tegenaan bemoeid. Omdat ik zelf ook vind, wat kun je nu doen als je dan zo'n grote werkgever bent in deze locatie in Leiden zelf. Wat kun je nu nog meer brengen? Waar men hier lokaal ook zeg maar baat bij heeft. En dan is onderwijs eigenlijk wel heel mooi, omdat je dan echt gebruik maakt van die expertise die wij nou net toevallig hebben. Namelijk dat hele biomedische wetenschap, die hele biomedisch onderzoek en productieontwikkeling. En hoe doe je dat dan, contact maken met het onderwijs? Ja, we hebben eigenlijk verschillende programma's lopen al heel lang. Het ene wat al liep ruim voordat ik kwam, maar daar heb ik me wel behoorlijk sterk voor gemaakt, is microbiologie lessen bij lagere scholen. Die geef je? Basisscholen, ja. Okay. Ik onder meer, maar met mijn heel aantal collega's. Ja. Dat zetten wij op met de Technolab. Technolab is een fantastische stichting, vind ik, in Leiden omgeving, die
Ja, echt dat technisch onderwijs en interesse voor techniek en bioscience, ja, heel breed gezien, zeg maar, stimuleert bij kinderen. En dat doen ze al heel veel op lagere scholen. Nou, daar hebben wij dus een workshop waar we gemiddeld per jaar 10 lagere scholen, waar we dan zo'n microbiologie lesgeven. Mm-hmm. Ik heb dat zelf ook gedaan. Ik heb ook kinderen in Leiden. En heb het ook bij de school gedaan waar mijn kinderen op zitten. Ja, ja. En dat is ontzettend leuk. Want wat je dan echt doet, is die wetenschap, die kennis bij die kinderen brengen. Dus wij gaan dan met grote microscopen onder de arm, stappen wij zo'n lagere school binnen, witte jassen aan, brilletjes op. En we laten die kinderen door die microscopen kijken. We leggen ze uit, wat is besmetting? Doen we een heel besmettingsspel, hè? Wat nu natuurlijk bij virussen en ook zo'n belangrijke rol speelt. Hè? Het gaat allemaal maar over besmettingen. Nou, in die workshop leggen wij uit, wat is dat besmettingen? We laten ze van alles onder kweken, op kweek zetten, snotten, bellen. Is dat niet te moeilijk voor die kinderen? Nee, dat vinden groep 7, groep 8 doen wij meestal. En nee, ze zijn zeer geïnteresseerd. Dat is echt heel erg leuk. Wat heel leuk is natuurlijk, is dat een wereldwijde multinational als Johnson & Johnson en Janssen, al heeft het zo'n echt zo'n Leidse gewone naam, dat zo'n wereldwijde onderneming, dat die dat op dat niveau ook gewoon zich richt tot zeg de plaatselijke ontwikkeling en het plaatselijk onderwijs. Ja, ik vind dat vrij atypisch en echt een compliment waard. Ja, nee, dat is zeker. Er is ook nog een ander programma wat echt vanuit corporate komt, vanuit J&J, vanuit New York, waar ze in de arme wijken in New York een Bridge to Employment programma hebben opgezet. En toen ik dat las op onze corporate website, daar zat een enorme grant bij, dus een beurs die je kon aanvragen. Ik dacht, nou, die moeten wij hier in Leiden ook krijgen. Dus het programma liep al een aantal jaren in Amerika en voor het eerst gingen ze buiten Amerika. Toen heb ik een student aangenomen van de VU. Ik zei, je hebt een half jaar, mag je stage lopen bij ons. Je hebt één doel, die ton die moet hier binnenkomen van J&J. Nou, dat is haar gelukt. Okay. We hebben daar een prachtig onderwijsproject mee opgezet met VMBO. Da Vinci College. Okay. VMBO, waarbij we kinderen op allerlei manieren zeg maar kennis hebben laten maken met techniek. Heel praktisch, samen met de MLO die in Leiden zit natuurlijk heel sterk. Middelbaar laboratoriumonderwijs, maar ook ROC. Hebben we een heel programma opgezet, 3 jaar lang. Dus we hebben een hele grote groep in het begin getest. Of helemaal begeleid, tweede klassers, voor hun profielkeuze. En toen degene die echt dat beta-profiel koos, hebben we nog 2 jaar lang begeleid. Ze zijn heel vaak bij ons in de fabriek geweest, waar ze pompjes mochten maken. En nou, weet ik wat, allemaal voor leuke dingen. Maar we hebben ze ook bijles gegeven en weet ik het. En daar zijn we heel trots op. Een heel groot deel is daarna inderdaad naar meer technisch of life science vervolgonderwijs. Nou ja, ik heb nu voor mezelf toch iets meer een verklaring gekregen voor de vraag die ik mij eerst had gesteld van hoe komt iemand uit het wetenschappelijk laboratorium van Janssen, zal ik maar even zeggen, hoe komt hij tot zoiets als een gezelschap van 50 Leidse topvrouwen waar je toe behoort? Maar dat heeft te maken dus ook met het feit dat jij je maatschappelijke ook in Leiden gewoon actief hebt betoond. Wellicht, want dat die Leidse top 50 was inderdaad een heel mooi initiatief waarvoor je voor genomineerd werd. Je moet opgevallen zijn geweest. Nou, dat zal vast. Ik zal niet precies weten wat nou de drijvende factor was, maar inderdaad in 2020 ben ik op deze lijst terechtgekomen. Ja, wat zijn dat voor vrouwen? Ja, ik vind een hele interessante groep vrouwen. Het zijn echt vrouwen waarvan gezegd wordt die het verschil in Leiden hebben gemaakt. Ja. Dus ik vind veel vrouwen die op allerlei manieren, zowel mensen uit Bioscience Park, maar ook mensen uit gemeente of mensen uit sociale domein, maar ook mensen uit meer de ondernemers van Leiden. Mm-hmm. Allemaal vrouwen. En dus ik vond dat zelf persoonlijk ontzettend leuk, omdat ik eigenlijk professioneel gezien meer wereldwijd opereer, niet zozeer in Leiden. Dus ik doe niet zo heel veel qua werk in Leiden. Ja. Dus daarom vond ik dit ontzettend leuk. We hebben hier inderdaad, uiteraard was natuurlijk het hele corona ging daar doorheen, dus we waren beperkt wat we konden doen. Maar ik dacht, ik wil één ding doen met deze groep vrouwen van deze top 50. Want als er nou één ding uniek is aan deze groep, is dat we in hele verschillende hoeken in Leiden bezig zijn. We hebben een enorm divers
kennisnetwerk, maar ook netwerk dat we hebben. Ja. Dus hoe kunnen we dat nou aanbieden aan andere mensen in Leiden die daar misschien behoefte aan hebben? Wat vindt jouw werkgever hiervan, van deze activiteit? Want je bent hier toch ook bezig, ook, je neemt hier ook een standpunt in. Stop geweld tegen vrouwen. Ja, precies, precies. Nee, mijn werkgever die is zeer ondersteunend. Ja. Vind dat heel erg leuk. En wat wij hier gedaan hebben, is dat wij met deze top 50 vrouwen hebben wij andere vrouwen uitgenodigd die wat meer moeite hebben om op de arbeidsmarkt in Nederland, maar dit waren vrouwen uit Leiden, in Leiden, aan het werk te komen. Dus mensen met, zoals we dat noemen, achterstand op de arbeidsmarkt. Die hebben we uitgenodigd. En dan hebben we een hele netwerkevenement. Dan hebben we een wandeling over onze prachtige Singelpark gelopen. Wat dacht je? En hebben we met deze vrouwen gesproken over wat willen jullie eigenlijk? Wat wil je? Wat is je droombaan? Wat heb je nodig om daar te komen? En kunnen wij daar met onze kennis en netwerk in Leiden een rol in spelen? Ik denk dat het heel succesvol was. En eigenlijk staat het feit dat Jansen dat wel prima vindt een beetje in het verlengde van dat ze het ook heel goed vinden dat je met plaatselijke ontwikkeling en met het plaatselijk onderwijs bijvoorbeeld bezig gaat. Ja, absoluut, absoluut. Okay, ja, nee, dus dat wordt zeer, zeer ondersteund. Dat wordt zeer ondersteund. Goh. Ja, we zijn alweer aan het eind van de tijd. Ik zou nog heel graag een laatste zinnetje. Heb je nog een ideaal of een idee voor de toekomst? Wat wil je nog heel graag in je werk doen? Als ik dan ook nog op het Leiden richt, zou ik nog wel sterker in dat Bioscience Park met bijvoorbeeld zo'n universiteit en LUMC de samenwerkingen versterken. We hebben zeker ook met het COVID-vaccin een hele leuke samenwerking op verschillende fronten gehad. Maar ik denk dat we dat nog veel meer kunnen doen. En dan elkaar. Nederland zo sterk op de kaart zetten. Ze vinden elkaar. En jij bent daar een heel belangrijk pion, durf ik, een belangrijk schaakstuk ben jij in dat spel wat ze met elkaar spelen. Dankjewel voor dit gesprek en heel veel succes met het heilzame werk wat jullie doen. Zo mag ik dat ook nog wel een keer noemen. Kijkers, dankjewel.